Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie de veel producten zien van juli en augustus. Dit is het bakje, het zijn niet heel veel producten, maar ik vind het toch wel even belangrijk om hierbij stil te staan. Dus ik ga jullie gewoon eventjes de producten laten zien die ik niet fijn vond van juli en augustus. Ik zal ook even een aantal producten swatchen waarbij het mogelijk is, zodat je een beetje een idee hebt waarom het voor mij dus geen fijn product was. Dus mocht je benieuwd zijn wat er nou in het bakje zit aan de producten die ik niet fijn vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een product dat bovenop ligt en deze komt uit de Trend Editie Bronze This Way van Essence. En dit is een Shimmering Body Oil. Het is dit product. Het heeft de naam 01 Oil I Want The Sun. Dit zou een lichtgewicht zomer body oil zijn. Die een subtiele gouden glitter geeft. En ik had eigenlijk ook het idee dat hij misschien een beetje kleur zou afgeven. Dat deed hij niet. Maar dit is in ieder geval het flesje. Het is een glazen flesje. Heeft een beetje een, ja, normale opening. Ik kan het niet heel goed laten zien omdat het product er anders uitloopt. Maar ik vond dit product dus niet fijn omdat je eigenlijk helemaal niks zag van de gouden glitter die hierin zat. Als je heel goed kijkt zie je ook heel goed dat het op oliebasis is, want je ziet het gewoon heel goed bewegen. Vooral als ik hem zo hou. En ik had deze gewoon een beetje aangebracht hier in mijn nek. Ik dacht leuk, een beetje glitter. Maar je ziet er gewoon helemaal niks van terug. Ik zag het ook al niet bij het swatchen. Het heeft ook geen zin om dit te swatchen omdat je het gewoon echt niet ziet. En ik dacht, nou leuk, een kleine body glitter. Maar ja, je ziet heel goed de oliebasis. Dus als je het opsmeert zie je inderdaad een heel vettig plekje op je huid. Maar je ziet geen goud glittertje. Dat vond ik toch wel jammer. Want ja, ik vind glitters best wel, wel leuk op zijn tijd. Er zit wel een Caring Macadamia olie in. En dat zou ook wel verzorgend zijn. En net wat ik zeg, hij ruikt lekker, maar je ziet er niks van terug. Je moest hem ook goed schudden. Maar eigenlijk zie je ook niet, ja, je ziet de glitter in het flesje wel, maar op je huid zie je er niks van terug. Dus dat was wel een beetje jammer. Dus daarom kan ik deze zeker niet aanraden. Ik weet ook niet of deze nog te koop is, want ik weet nu niet zo goed hoe het met de trendedities en de limited edities loopt bij de make-up merken door corona. Dus maar deze kan ik zeker niet aanraden. Dan heb ik nog een product uit een trendeditie van Essence. En dat is deze lippenbalsem. Ik weet alleen even niet uit welke collectie die komt, omdat het er niet op staat. Ik zal het even onder in beeld neerzetten. Want volgens mij was het iets met Get the Fruit Mood. Maar ik weet het niet zeker. De precieze naam, als ik het fout heb, zal dus even in beeld verschijnen. Het verpakkingje ziet er leuk uit. Echt heel schattig. Hij zou een licht kleurtje afgeven. En dit is dan de lippenbalsem. Maar ik vond hem ook niet verzorgend. Weet je, het is gewoon een product wat je opsmeert. Het is verder niet heel vet. Ik kan hem even swatchen. Kijk, je ziet inderdaad wel dat hij roze is. Op je lippen zag je dit eigenlijk niet terug. Of heel licht. Maar omdat het echt belooft een lippenbalsem te zijn, was het voor mij niet echt een topproduct. Omdat ik bij een lippenbalsem wel goede verzorging wil. En dat gaf deze gewoon niet. En ja, dan denk ik, dan zijn er gewoon veel betere getinte lippenbalsems die ook nog een kleurtje afgeven en even goed de verzorging bieden. Dus ondanks dat de verpakking heel leuk is, het een leuk concept was, werkt het voor mij niet. Dus nee, helaas. Deze trendeditie is volgens mij niet meer te koop. Dus dat zeg ik er maar even bij. Maar dit kan natuurlijk wel per winkel verschillen. Want sommige winkels lopen heel erg achter met de trendedities die er in de winkels liggen. Dan ga ik door met een long-lasting foundation. En dit is de Stay With Me White Foundation van het Kruidvatmerk. Hier zit SPF 20 in. Ik heb hem in de kleur 010 Fresh Nude. Ik heb hier een hele video over gemaakt met producten van het Kruidvat die ik test. Daar heb je deze ook al in voorbij zien komen. En je hebt toen ook al gehoord dat ik hem niet fijn vond. Het lijkt een soort kleisubstantie als je hem aanbrengt. Wat ik wel heel fijn vond, en dat moet ik wel vermelden, hij zit heel goed dicht. Het dopje valt nu naar beneden, dus dat gaat lekker. Maar er zit een beschermdopje op.
Maar zo ziet hij er aan de binnenkant uit. Ik zal hem eventjes een beetje swatchen. Kijk, dit is de kleur. De kleur was op zich prima. Daar heb ik niks op aan te merken. Maar ik vond de substantie gewoon niet fijn. En waarom niet? Hij bracht heel erg moeilijk aan. Hij was heel stug. Je kon hem heel moeilijk uitblenden. Waardoor eigenlijk alles wat je... als je er dan even op zat en je ging daarna dus andere producten aanbrengen. Denk aan concealer. Veegde dat gewoon de complete foundation weg. Ik vind de structuur niet fijn. En ik had liever gehad dat ze een vloeibare foundation hadden gekozen. In plaats van een wiped foundation. Je hebt best wel goede wiped foundation hoor. Want Essence en Catrice hebben best wel goede foundations in potjes. Maar deze was het gewoon niet. Want de structuur is gewoon echt 10 keer niks. Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Dus mocht je het nog wel een kans willen geven. Is er voor elke huidstype wel een kleurtje bij. Maar ik kan hem je niet aanraden. Ik heb veel essence erbij zitten. Ik heb hier een nagellakje en dit is de Shine Less & Go Gel Nail Polish in een gele kleur. Als je mijn favoriete video van augustus hebt gezien, heb je kunnen zien dat ik een heleboel nagellakjes liet zien die ik heel fijn vond. Maar deze viel er dus niet bij. Het is de kleur 34 Mrs. Brightside. Dit is ook de enige nagellak waarbij op staat gebruik een base coat. Ik ben iemand die altijd een base coat gebruikt. Doe je dit niet, hebben sommige nagellakken de kunst om echt in de nagels te trekken. Dus dan kan het zijn dat je als je de nagellak eraf haalt, je een hele gloed overhoudt. Daar is deze er eentje van. Ik heb een base coat gebruikt en toen ik het er had afgehaald, had ik gewoon een hele gele gloed op mijn nagels. Ik vond dit zo smerig. Het stond gewoon heel vies. En ik heb van alles geprobeerd om het weg te krijgen. Het was gewoon echt in mijn nagel gedrongen. Nou, ook de substantie van deze nagellak vind ik niet fijn. Het kwastje is op zich prima. Ik vond de kleur zelf op zich best wel mooi. Maar hij bracht niet mooi aan. De substantie is heel dik. Ik weet niet of er toevallig eentje heeft bijgezeten die misschien net niet helemaal goed was qua substantie. Maar de substantie was zo dik waardoor ik hem eigenlijk niet netjes op mijn nagels aangebracht kreeg. Ik ben iemand die brengt altijd dunne laagjes aan. En voor mij is 2 laagjes eigenlijk wel de max. Maar bij deze was het gewoon niet mogelijk om een dun laagje aan te brengen. Omdat hij niet mooi hechten. Dat vond ik heel jammer, want net wat ik zeg, ik vind de kleur heel tof, maar ja, ik vind hem gewoon door de substantie en de gele gloed die erachter liet, is het voor mij geen product wat ik heel fijn vind. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je misschien zelf dit kleurtje hebt getest en of jij er andere ervaringen mee hebt. Laat het dan zeker even weten bij de comments, want ik ben echt heel benieuwd of dit alleen bij mij zo is of dat andere mensen dit ook hebben en dat ik er misschien net een keer ertussen tussen heb zitten die dus een dikkere substantie heeft. Maar deze was het voor mij zeker niet. Dan heb ik 3 eye foils. En dit zijn metallic oogschaduwtoppers. Deze zijn van het merk Lottie London. Ik heb 3 kleuren. Ik heb allereerst hier even een blauwe. Dit is de kleur Fire. Het idee is dat je deze over een oogschaduw kunt aanbrengen. Je zou ze ook los kunnen aanbrengen. Dat vond ik al niet echt een succes, want je ziet het gewoon bijna niet. Maar over een kleurtje zie je ze ook bijna niet op je ogen zitten. Ik moet ook zeggen, ze prikten heel erg. Het kan zijn dat het aan mijn huid ligt, dat mijn oogleden heel gevoelig zijn voor dit soort producten. Maar hij prikte als een malle. Ik vond het idee wel heel leuk, want ik hou wel van een metallic shine op mijn oogleden. Hij heeft verder gewoon een basic applicator. Het is een soort lipgloss applicator. Of een applicator die je ziet bij concealer. Dat was verder prima. De swatch ziet er ook eigenlijk best wel mooi uit. Dit is blauw. Je kunt hem gewoon een beetje opbouwen. Maar ja, hoe meer je aanbrengt, kijk hoe lichter die wordt. En over een oogschaduw kan die best wel leuk zijn. Maar omdat hij bij mij heel erg prikte, was dat het voor mij gewoon niet. En ik vond de kleur gewoon niet heftig genoeg. Ik vond de pigmentatie gewoon te min. Dus dat was de kleur Fire. Dan heb ik ook nog deze kleur. En dit is de kleur Night. Ja, daar hoef ik verder niet veel over te vertellen. Want het is verder eigenlijk helemaal hetzelfde verhaal wat ik net vertelde bij de blauwe. Het is een beetje een zilver goudglittertje. Ik zal hem even swatchen, zodat je een idee hebt wat deze kleur doet. Ja, hij neigt meer naar het goudgeel-goudachtig.
Kijk, deze zie je al bijna niet. Op beeld is dit heel moeilijk over te brengen. Je ziet hem hier. Ja, ik vind het heel lastig. Ja, ik denk toch meer geel-goudachtig. Maar het is ook niet echt goud-goud. Het is echt een beetje een moeilijk kleurtje, vind ik. Dus, nou ja, lastig. En ik had ook nog een roze variant. En dit is de kleur Savage. Als ik het goed zeg. Ik vind de verpakking wel heel leuk. Want ik vind dat, dat effect, dat holografische, vind ik wel heel leuk op het flesje. En deze was dan roze. Die ga ik wel eventjes hieronder aanbrengen. Die vind ik echt prachtig. Ik vind hem echt heel erg mooi. Maar als ze zo prikken, ja, dan doet het gewoon zeer. En dan wil je het gewoon gelijk afwassen. Dit is hem. Hier zit hij, de roze. Ja, ik vind het echt hele leuke kleurtjes als ik het zo zie. Maar ja, de werking is het voor mij gewoon helaas niet. En dat is heel erg jammer. Dan heb ik twee Blushed Liquid Cream Blushes van MUA. Je kunt ze ook op je lippen gebruiken volgens mij. Ja, je kunt ze ook op je lippen gebruiken. Nou, dit zijn de verpakkingjes. Ze zitten gewoon in een klein tubetje. Ik heb hier allereerst de kleur Rouge Nar. Dat is deze. Ik heb ze niet op mijn lippen geprobeerd. Ik hou er niet zo van als producten zowel voor de lippen als voor de wangen zijn. Want voor mijn gevoel is een product voor de lippen toch een andere substantie als een product voor de wangen. Dus ik durfde dat niet aan. Misschien zou ik het wel een kans moeten geven. Maar dan zou ik eerst wat meer onderzoek willen doen of meer mensen dit hebben gedaan. Want ik durf het niet zo goed. Nou ja, een heel klein tubetje. Er zit ook 10 ml in. Ik vind het dopje wel fantastisch. Vind ik heel leuk met die rondjes zo. Dat is verder prima. Hij heeft een vrij kleine opening. Maar deze kleur is zo gigantisch donker. Oh, er komt veel te veel uit. Nou ja, dan heb je even een goed idee met zwartje. Kijk, dit is hem. Dit is die kleur en die is voor je wangen gewoon echt donker. Ik denk dat die voor de lippen op zich best mooi zou kunnen zijn. Ik heb het alleen dus nog niet aangedurfd. Ik breng een liquid cream blush breng ik aan voordat ik afpoeder. Want omdat dit toch vaak een beetje vochtig blijft, hou je dan een beetje een vochtige wang. Omdat het even duurt voor het indroogt. Deze kleur was zo gigantisch heftig dat ik echt zoiets had van... Dit is het gewoon niet. Ik vind dit gewoon geen geschikte blushkleur. Ik hou wel een beetje van wat lichtere blushkleuren. Ze hoeven voor mij niet super donker te zijn. Ik heb over het algemeen ook vrij lichtere kleuren die niet zo aanwezig zijn. Maar deze is gewoon veel te donker. Dus dat was deze kleur. Dan heb ik dus nog een kleurtje en dat is de Misty Rose. Dat is deze. Wat ik wel heel tof gedaan vind is dat je hieronder al een streepje ziet van wat je van de kleur kunt verwachten. Dat zie je hier ook, maar die komt echt wel lichter over als de kleur zelf. Ik zal deze even aanbrengen. Deze kleur is op zich prima. Kijk, dit is wel een kleur waar ik van hou. Maar deze zag je dan weer totaal niet terug nadat ik de poeder eroverheen had aangebracht. Dus voor blushes werken ze voor mij niet. Net wat ik zeg, misschien dat ze voor de lippen wel werken. Maar ik heb het dus nog niet getest. Misschien heb jij het al wel eens geprobeerd. Zeg je, ik kan het aanraden. Ik heb het nog niet gedaan, maar wie weet dat ik het nog eens ga proberen. Maar omdat het echt wel meer liquid cream blushes zijn, heb ik ze vooral gebruikt waarvoor ze bedoeld waren. En voor mijn wangen vind ik ze beide geen succesproduct. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product. En dat is een Redness Correcting Pore Minimizing Primer van Essence uit de Prime Plus Studio. En hier zit groene klei in. Deze primer die belooft roodheden te minimaliseren en ook je poriën te verkleinen. Hij heeft natuurlijke groene klei en hij balanceert roodheden. En het is een super smooth cooling formule. En nou ja, er staat van alles op. Maar voor mij was hij het niet. Dit is de opening. Op zich prima. Maar ik ga hem ook swatchen. Kijk, zo ziet hij eruit. Ik zal hem eventjes een beetje uitsmeren.
Je ziet eigenlijk niks meer van de groene substantie. En dat is op zich prima. Dat hoeft ook niet. Maar de roodheden camoufleert die zeker niet. En ook de poriën worden er niet kleiner van. En nou vind ik dat sowieso altijd wel lastig. Want ik heb eigenlijk nog nooit echt een primer gehad die wel pore minimizing beloofde. En die dat dan ook daadwerkelijk deed. Dus ik heb daar zelf ook niet hele hoge verwachtingen van, moet ik zeggen. Maar die roodheden, die had hij best wel kunnen camoufleren. Hij voelt inderdaad wel wat gekoeld aan op mijn huid. Dat is op zich prima. Alleen als ik gewoon kijk naar de dingen die hij belooft, dat deed hij gewoon niet. En dan denk ik, dan zijn er gewoon betere primers die bijvoorbeeld niet die belofte maken en die ook gewoon prima aanvoelen. Dan heb ik liever een normale primer zonder beloftes dan een primer die belooft om je roodheden te camoufleren en ook nog eens je poriën te minimaliseren. De substantie is verder fijn hoor. Het is verder een prima substantie. Voelt goed aan. Maar deze primer is het voor mij gewoon niet. Net wat ik zeg, dan gebruik ik liever een primer zonder poespas. En ja, nee, het doet gewoon niet wat hij belooft. En dat is gewoon jammer. En dan waren dit alweer de veel producten van juli en augustus. Ik ben best wel blij dat het een klein aantal is. Want dat betekent dat het grootste gedeelte van mijn producten die ik test wel fijn zijn. Maar er zullen er altijd een paar bij zitten die ik gewoon niet kan waarderen. En dat zijn dus voor deze twee maanden deze producten. Zoals ik al eerder zei, ik ben wel benieuwd of jullie misschien een van deze producten hebben uitgetest. En of jouw ervaring er heel anders mee is. Dat kan natuurlijk. Het is mijn persoonlijke mening. En ik maak deze video's ook echt omdat ik toch eerlijk wil zijn. En ook producten wil laten zien die niet fijn zijn. En misschien kan ik andere mensen behoeden om deze producten te kopen. Omdat ze het eigenlijk niet doen. Maar net wat ik zeg, het blijft een persoonlijke mening. Wil je alsnog de producten testen? Weet je, doe het gewoon. Kan voor jou ook heel anders zijn, maar voor mij was dit het gewoon niet. Ik wil je voor nu in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op de rode button op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje, die kun je aanklikken en daar krijg je een melding van zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En dan hoef je niks te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!